Yo, leuk kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Max en vandaag, jongens, komt-ie. Ik had geen tijd. Ik moest van alles doen. Druk leven, bullshit, you know. Alle excuses die ik maar kan bedenken, gooi ik hier even op. Want ik had gewoon geen tijd voor de video voor vandaag. En ik wilde wel gewoon iets hebben. Dus ik heb even sukkie bij Roy gedaan. Nee, grapje. Roy had nog een extra opname die hij zelf niet zou uploaden. Want ja, Roy wil natuurlijk alleen maar winst op zijn channel. Nee, natuurlijk. Maar hij heeft een video even over. En die heeft hij aan mij gegeven. Zei, weet je, Max, upload dit. Maar heb je alsnog een video? Dan ben ik het, weet je. Allemaal leuk en aardig. Dus dankjewel, Roy. Hier is Roy. Dit is Roy Rustic. Jullie grootste Fortnite fan, addict, nog wat alles. Veel plezier met kijken. Abonneer allemaal nog eventjes. En I don't know, ik kan nog meer daarbij moeten zeggen. Veel plezier! Zoals je kan zien zijn er wel redelijk wat mensen. En dat komt omdat de bus er weer recht overheen vloog. En dat doe ik eigenlijk wel altijd. Ik vind het gewoon chill. Early droppen. Ja, gelukkig is hier wapen. Oké, okay. Heel chill. Er zijn wel mensen met shotguns en zo. Komt waarschijnlijk eentje de trap op. Ja, lapt hier rond. Daar is hij. Oké, die hebben we. Dan hebben we ook zijn shotgun, dat is mooi. Want hier boven ons lopen er nog meer. Komt hij aan. Hij zit hier. Daar zo. Got him. Ander loopt nog beneden. Zit onder de trap hier. There you go. Hoppakee. Gaat goed. We moeten die gozer even looten die we hier gekillt hadden. Die heeft... Oh ja, die heeft best wel wat. Die heeft best wel wat chille shit. Vooral die mini-shields boeien mij. 3 stuks. Lekker. Die daarheen. En dan staat dit wel goed zo. De beurs nemen we maar gewoon even mee. Sure. Oké, daar zit iemand. Even wachten. Wat gaat hij doen? Wat is zijn plan? Heerlijk. Volgeef de beurs. Hij is echt bijna done. Oké. We bouwen wel van hem toe. Want die gaat nu niet meer dit laten zien. There you go. De grenade launcher wil ik wel hebben. Zijn rockets nemen we over. De medkit wil ik hebben. En dan moet je al good. Je hebt geen normale AR volgens mij. Nee, normale AR heeft hij helaas niet. Oké, dan gaan we het hiermee doen, jongens. Gelijk al 4 kills. Heerlijk begin natuurlijk hier zo in Energy Acres. Ik zei al, het is mokertje druk. Want die bus die ging er overheen. En dan droppen gewoon heel veel mensen. Ik doe het ook altijd. Ik ben ook een early dropper. Want waar de bus als eerste overheen vliegt, daar drop ik 9 van de 10 keer gewoon. En al helemaal als dat Energy Acres of Fatal Fields is, want dat is gewoon mijn hometown. Weet je, dat zijn gewoon mijn hometowns. Ik vind ze allebei fucking chill. Even kijken. Volgens mij daar verderop zag ik iets gebouwd worden. Maar helemaal zeker weten... Ja, zie je? Kijk, daar is iemand. Hallo. Oké, ik hoop dat hij naar me toe gaat komen. Niet dat ik hem al moet gaan opzoeken. Vind ik ook niet erg trouwens, maar... Is je hier? Ja, oké. There you go. Lekker. Hopen dat hij een normale AR heeft. Ook al gaan we best redelijk met die burst. Alsnog heb ik gewoon liever een normale AR. Daar ben ik gewoon veel beter mee. En waarschijnlijk was hij hierop gefocust. Dus ik denk eerlijk gezegd dat daar nog iemand is ook. Hij heeft geen normale AR voor mij. Maakt niet uit. Hier staan namelijk 2 metalen muurtjes. Dus van wie zijn die gebouwd? Of door wie zijn die gebouwd, jongens? Dat is echt even waar we achter zullen moeten komen. Volgens mij zit hij hierin, of niet? Is hier? Kist wel geopend. Persoon nog niet gespot. Oké, daar ligt een normale AR volgens mij. Ja, normale AR. Lekker jongens. Dit gaat goed komen. 5 mensen al gekild. Oh, hier is iemand. Aha. Hello. Kom eens even hierheen. Stoppen daar binnen. Oh. Ouwe. Ouwe. In één keer was die hier. Waar ben je nu? Oké, hij zit daar onder. Vol gehit. Lekker. Knal die bomen weg. Voor het overzicht. Helaas daar niet mee kunnen hitten. Waar zit hij? Ik weet dat hij hier ergens zit. Wacht, wat ik kan doen. Wel risicootje. Oh, kijk. Kom. Zo jammer dat die beurs niet zit. Hij is echt bijna dood. Zo bijna dood dat ik zeg van ik push gewoon naar beneden. Want, yo, het moet een keertje afgelopen zijn. Had je blauwe jar? Heerlijk. Een pump shotgun. Oké. Ja, die wil ik wel hebben eigenlijk. Hoppa. Zo, goeie shit. Medkit gaan we even innemen.
En we gaan even wat resource fixen. En daarna moeten we naar de cirkel toe. Dat is een beetje het plan van aanpak. 6 kills gemaakt, jongens. Gelijk al op het begin. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dus, de medkit nemen we in. Mini shieldje nemen we in. Dan kunnen we trouwens alsnog de tactical shotgun meenemen. Want ja, ik heb er momenteel gewoon plek voor. Dus dat is mooi. Haal ik die alvast die kant op. Zo. Eerst nog eventjes innemen. Hebben we helemaal geen healing items meer. Dus als ik gehit word, dan is het wel best wel fucked up. Oh, trouwens, ik zag daar bandages liggen. Dus dat is mooi. En hier is mijn tactical shotgun. Yes, dan wil ik die dus hebben. Zijn er 5, oké. Eens even reloaden. Was die ergste gaan toe inmiddels, dankzij al die schoten die ik moest doen. Om die gozer te killen. Maar hey, uiteindelijk was het worth it, want hij is kapot. Hij is dood. En volgens mij is er nu ook niemand meer in Anarchy, right? Ik denk nu toch wel echt wel dat we iedereen hebben gehad. Met 6 kills in totaal. Hier ligt niks. Hoppa. Trouwens, net was echt weer een voorbeeldje van dat je altijd gewoon moet bouwen. Die gozer zette me zwaar onder druk. En toen begon ik gewoon met bouwen. Zat ik hoger dan dat hij zat. Hij was de hele tijd zoekende naar mij. Ik wist constant waar hij was. Dus ja, dan is het voor zo'n gozer gewoon echt heel erg lastig om mij dan te killen. Dus ik blijf het zeggen, jongens. Als je aangevallen wordt, zorg er even voor dat je daar goed op getraind bent. Dat je gewoon lekker snel zo'n 1x1 tower voor jezelf kan bouwen. En dan komt het goed. Oké? Dan komt het goed. Daar moet je gewoon op trainen. Dan gaat het steeds beter in Fortnite. Dat durf ik te garanderen. Bandages. Lekker, lekker, lekker. Top. Daar hebben we natuurlijk nog die 2 huisjes. Die wil ik zeker weten. Ook even checken. We komen er toch langs op onze weg naar de safe zone toe. Kijk, zie je? Ik had dus daar die trappen gebouwd. Toen bouwde ik hem even dicht. Toen bouwde ik nog eentje omhoog. En toen had ik in één keer echt het voordeel. En wat hij dus eigenlijk gewoon had moeten doen was deze trap slopen. En dan was ik naar beneden gevallen. En dan had hij er nog een leuke fight van kunnen maken. Maar dat had hij niet door. Helaas voor hem. Gelukkig voor mij. Hier is al iemand geweest. Ja, hier is al iemand geweest. Ik zag het al. Want ik zag dat daar zo'n barrière van hout die er normaal zou staan, die was er niet meer. Dus dan weet je natuurlijk dat er al iemand geweest is. En die zal hoogstwaarschijnlijk wel de loot meegenomen hebben. Deze boom even omhakken. Want ja, resources hebben we nog steeds niet echt heel veel van. Tenminste nog niet genoeg. Ik wil altijd minimaal wel 500, 600 resources ongeveer hebben. Voordat ik een fight induik. Dus laten we dat ook gewoon even fixen. Was dat een schot? Of was ik dat zelf die mijn boom sloopte? Zeg maar dat laatste geluidje daarvan. I don't know for sure, maar als ik een schot hoorde, dan kwam het hier vandaan in ieder geval. Waar ik nu naartoe kijk. Nee. Daar beneden ook niemand. Oké. Alright. Daar is heel veel gebouwd. Holy shit. Oké. Verdacht, jongens. Suspicious. 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 Hier hebben we niks. Nou, laten we doorpushen. Laten we gewoon doorpushen richting Dusty Default. Persoonlijk niet een van mijn favoriete plekken. Zeker niet om op het begin heen te gaan. Er is echt freaking weinig loot daar te vinden. Het enige voordeel wat ik eruit kan halen, daar werd trouwens geschoten, is het feit dat je daar heel veel duimkruid hebt. Dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. Maar verder is het echt een bouwplek, als je het aan mij vraagt. Zeker om te looten. Hé, daar staat hij. Oké, ik kan hem vanaf hier met de 100% accuracy gaan hitten. Maar ik denk dat ik het nog niet ga doen. Nee, ik ga gewoon lekker close komen. Gewoon lekker dichtbij komen en dan pakken we hem. Oké. Kijk, nu kunnen we hem natuurlijk wel gewoon goed hitten. Zeker ook nu ik weet dat hij niet veel HP heeft. Volgens mij is hij gekild, of niet? Ja, hij is gekild. Hij is gekild door een rifle. Dus hier komt iemand anders nu de loot opeisen waarschijnlijk. Dat is wat ik denk. Oké, hij heeft daar ook weer een fight. Hij schiet richting de berg. Nou, ik heb niet veel AR bullets, jongens. Dat is echt fucked up. Ja, dat is echt fucked up. Dus dan moeten we maar opzoeken in onze high advantage. Kom maar. Nou, Ben is pop als het kan. Hij gaat van shit naar beneden schieten.
Oké, okay, hij zit er beneden. Ik moet snel bannetje. Hij is volgens mij ook aan het bannetje nu. Ja, hij zit een bannetje. Volgens mij wel. Yes! Lekker! Woehoe! Lekker, lekker, lekker. Mini shields hebben. Eén stuk innemen. Medkit pakken. Kut. Dit moet ik echt even snel doen. Dit mag gewoon even niet fout gaan. Hoppa. Nee. Die moet ik hebben. Zo. En weer, jongens. Door te bouwen hebben we het overleefd. Wauw. En dit scheelde heel weinig. Dit scheelde echt heel weinig. Ik kan een etalage hebben. Die weg. Ja. Met de grenade-lounge gaan we hopelijk gewoon nog kogels voor vinden. Dit hier wil ik even uit nu. We zullen even al zijn loot moeten pakken, jongens. Voor zover dat er is. Want volgens mij had hij ook helemaal niks meer. Had je überhaupt wel AR-bullets of zo, dude? Hij had helemaal niks? Of wel? Oké, hier liggen nog wat rockets. 6 stuks, oké. Okay, I'll take that. Maar heb jij geen AR-kogels? Helemaal niks? Nee, dat geloof ik niet. Ik heb de AR-bullets gemist, jongens. Die zijn hier ergens nog. There's no other way. Hier, hier ligt ook nog van alles natuurlijk. Oké, okay, 138. Kijk, this will do. This will do. Genoeg bandages nu ook. Verder hoef ik daar niks van te hebben. Maar die andere gozer moet ook nog hebben, jongens. Kan niet anders. Hoe kan hij geen AR bullets hebben? I don't believe that. Nog even dat ik iemand hoorde. Ja, zie je. Ik dacht het al. Jammer dat hij maar nog één keer heeft kunnen hitten, maar ja. Oké. Ik dacht hem al te horen, jongens. Deze moet nog gereload worden. Sorry als ik nu heel vaak aan het checken ben of ik alles gereload heb, maar dat is momenteel echt even het belangrijkste voor mij. Alles moet reloaded zijn. Kijk, hier ligt ook nog wat loot. Ik weet echt niet waar zijn bullets heen zijn. Maar ik geloof gewoon niet dat hij geen AR bullets had. Ik geloof dat gewoon niet. Maar ja, we zullen het maar gewoon moeten accepteren. Het zal wel. Geen idee, jongens, waar zijn AR-bullets zijn. Ze zullen er wel niet zijn. Laten we het daar maar op houden dan. Even kijken. Alright, we gaan deze kant op. Ik word beschoten. Oh, die. We pakken even hout. Geen idee, by the way, waar dat vandaan kwam. Dat was ergens hier. Oké, ik zie hem. Ik zie hem. Hij poest hem omhoog. Dit is leuk. Kom maar, kom jij maar even naar beneden. Goed. Kijk, zit nu daar, zit nu daar. Kijk, git. Nou, als ik hier nu tussendoor schiet. Oké, zit nu aan die zijkant daar zo. Ach, fuck sakes. Alsjeblieft, is dood houden. Finally wilde die een keertje doodgaan. Het mocht even duren. Deze nog even innemen. Hoppakee, ik kom weer bij mijn tip aan, jongens. Ik zorg er altijd voor momenteel. Zeker met dit potje. Is iemand bij me? Wacht even. Ik heb nu niet mijn shotgun. Oh, in alle haast heb ik per ongeluk mijn shotgun weggegooid. Dus ik mag het alleen maar mee hard doen nu. Oh. Waar is mijn shotgun, jongens? Waar is mijn shotgun? Waar heb ik die gedropt? Waar heb ik die gedropt? Daar. Ja, weet je wat? Fuck it. Ik neem wel een tactical. Ik vind het goed. Geen idee waar die gozer is, maar ik denk dat hij nog close is. Voor weer een launchpad. Daar. Meen je niet. Hij is bijna dood. Hij heeft geen shield, niks. Waarschijnlijk krijgt hij nu een elimination op zijn Peter. Of
Kijk wat daar ligt. Het is iets paars. Volgens mij is shotgun. Nee, minigun. I don't fucking care about that shit. I don't need that. Dat is kwijt. Die gast is gekilled dus. Oké. Okay. Epic fight hier, jongens. Oh, yo. Hij zit hier. Ja, maar oké, dan. Oké, hij zit daar dus nog. Ik zal wat steen nodig hebben. Duimkruid, jongens. We need it. We need it right fucking now. Alright. Meen je dit nou echt? Heeft hij me geshotgund? Wauw. Well played. Well played, dude. Well played. Hij heeft me headshot. Kan niet anders. Ik had 150 HP volgens mij. Ik weet het niet zeker eerlijk gezegd. Maar volgens mij had ik 150 HP. En hij shotgunt me gewoon uit de lucht. Dus ik kan niet anders zeggen dan well played bij this dude. Hij had zelf ook 9 kills. Ik had er ook 9. Dus gewoon GG's nemen. En dan hoop ik dat jullie kijkers genoten hebben van deze Fortnite video. Keertje geen win. Maar ondanks dat denk ik wel gewoon een heel erg leuk potje. Dus vandaar dat ik hem ook zeker weten ga uploaden. Dus ja, hopelijk heb je van genoten. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer natuurlijk. En check jullie weer bij een nieuw Fortnite video. Morgen om 4:30. Laatst. Yes! Lekker! Woehoe! Lekker mini-shields hebben. Eén stuk innemen. Medkit pakken. Kut.